Veel mensen brengen hun doordeweekse dagen door in grote gebouwen zoals scholen en kantoren. Je zou verwachten dat daar een gezond binnenklimaat heerst. Toch is dat niet altijd het geval. Vooral in scholen laat het binnenklimaat vaak veel te wensen over. Wij zijn van mening dat zeker schoolgebouwen en ook heel veel kantoorgebouwen niet leefbaar zijn. In die zin, de luchtkwaliteit is zeer slecht. We meten waardes van 2000 tot 3000 ppm. Verlichting is vaak heel slecht. Vaak in de verkeerde kleurstellingen ook, zeker als je over functionele verlichting praat. Op basisschool De Esmarken heersten veel klachten over het binnenklimaat. Het is een speels licht gebouw. Het oogt heel vriendelijk, zeker voor de kinderen. De capaciteit van de verwarming was volstrekt onvoldoende. Het rook muf, was vaak benauwd. En kinderen en leerkrachten die klaagden ook wel over hoofdpijn. Het was gewoon vaak benauwd in het lokaal, dat je ramen open moest zetten. Ramen gingen beperkt open, want ze waren afgesloten, ook vanwege inbraken die geweest zijn. Dus je kon maar 2 ramen openzetten. Dat was gewoon te weinig voor ons, merkte ook aan mijzelf. Aan niet zozeer klachten qua hoofdpijn, maar wel dat je merkt, het is muf, het ademt niet lekker in de groep. De invloed van binnenklimaat op leerlingen en personeel is heel groot. Want in feite is een goed binnenklimaat een basisvoorwaarde om goed te kunnen functioneren. We willen het gebouw gewoon leefbaar maken. En dat houdt een beetje in dat je de buitensituatie, zoals we het buiten gewend zijn, behalve de temperatuur en de regen, want die willen we buiten houden. Dat je eigenlijk die parameters ook binnen moet aanwenden. En dat houdt in dat er een vorm van daglicht moet zijn, zeker als het functioneel moet zijn. Maar dat er ook een erg goede luchtkwaliteit heerst. Dat is uitermate belangrijk. 4Green levert een totaalconcept waarbij verlichting, ventilatie en verwarming integraal worden aangepakt. En dat levert niet alleen een frisse school op, maar ook nog eens een forse besparing op de energiekosten. Het totaalconcept houdt in dat we een gebouw volledig in beeld brengen. En dat we gaan kijken waar de problemen zitten in het gebouw. Nou, die zijn er vaak legio. Die kunnen in de schil van het gebouw zitten, maar die kunnen ook in het bestaande ventilatiesysteem zitten. Kunnen ook in het bestaande verwarmingssysteem zitten. En verder passen we dingen toe als warmte terugwinning. Dus uit ventilatielucht halen we de warmte weer terug. En daardoor met een warmtepomp zijn we in staat om het gebouw weer te verwarmen. Dit proces gaat als volgt in zijn werk. In een klaslokaal vol met kinderen stijgt het CO2-gehalte snel. Naarmate de speciale sensor een hogere CO2-waarde meet, zorgt het systeem dat verse lucht sneller wordt aangevoerd. Tegelijkertijd verwijdert een afzuigsysteem de vervuilde lucht via ventilatiekanalen. Het systeem zorgt niet alleen voor frisse lucht, maar verwarmt deze ook als dat nodig is. Dit gebeurt door middel van lage temperatuurradiatoren. De warmte uit de afgezogen lucht wordt teruggewonnen via een warmtewisselaar op het dak van de school. Hiermee wordt het water in de cv-installatie opgewarmd. Dit scherm is verbonden met een zogenaamd gebouwbeheerssysteem. En het gebouwbeheerssysteem heeft heel veel sensoren in het gebouw en ook heel veel actoren. Het gebouwbeheerssysteem kan de temperatuur regelen in een gebouw, kan zien of de CO2-waardes oplopen, kan ventilatoren harder en zachter laten lopen. Met andere woorden, het hele gebouw is in balans. En wordt ook door het gebouwbeheerssysteem bewaakt. Het is een zelfdenkend systeem dat op afstand gestuurd kan worden. Als er ergens iets aan de ventilatie mankeert of de verwarming, dan kan dat op afstand afgelezen worden en kan er ingegrepen worden. Het comfort neemt enorm toe doordat de zaken beter geregeld worden. Tochtverschijnselen en dergelijke zijn bijna geminimaliseerd. Normaal gesproken zou je verwachten dat je enorm veel tocht genereert door die ventilatie, maar dat gebeurt hier zeer zeker niet, omdat het op een heel slimme manier toegevoegd wordt. Ik merk dat je meer frisse lucht hebt, dat ik minder vaak de ramen openzet. Eigenlijk op dit moment niet. En de hoofdpijn die heb ik tot nu toe niet meer gehad, dus dat is wel prettig. Die had ik echt op het eind van de middag wel, ja. Sowieso met het licht merken we al. Het geeft een stuk rust in de groep, dus dat is heel plezierig. Of het direct effect heeft op gedrag van kinderen, dat vind ik moeilijk te zeggen, om daar antwoord op te geven, want we nog maar net een paar weken draaien. Nou, weet je wat? Ja. Om de installatie voor langere tijd op peil te houden, sluit 4Green een onderhoudscontract af. Dit onderhoudscontract is een flat fee over een jaar en wordt aangegaan voor periodes van 5 jaar en langer. Elke 4Green school is aangesloten op een centrale database op internet. In deze database worden alle gegevens die een school
genereert. Ook de actuele gegevens, maar ook de foutmeldingen worden daarin vermeld. Foutmeldingen triggeren meteen een ticketsysteem, waarbij dus een installateur geïnformeerd wordt om zo snel mogelijk eventuele fouten te verhelpen binnen het systeem. Het heeft nogal wat voet in de aarde gehad voordat de definitieve handtekening gezet is onder het contract. En dat komt omdat het natuurlijk een gigantische investering is die je moet doen. De gemeente heeft een bijdrage geleverd, een financiële bijdrage. En het bestuur ook. Dat het een enorme investering is, is voor Green volledig duidelijk. Maar doordat we van energielabel F naar energielabel A gaan, is er sprake van een enorme energiebesparing. En dat zijn gelden die we aan het onderwijs kunnen besteden. De energiewinst zit hem in het totaalconcept. Lage temperatuurverwarming, LED-verlichting en warmte halen uit de afgezogen lucht. En ons bestuur, de Stichting Koe, wilde garanties hebben. Die wilde de garantie dat er een rendementsberekening was gedaan en dat het binnen een bepaald aantal jaren zou worden terugverdiend, de investering. Ik heb hier een plattegrond van een willekeurige school. Op deze plattegrond hebben wij de bestaande verwarmingsinstallatie in kaart gebracht. Deze gaan wij nu terugberekenen naar de lage temperatuurradiatoren die wij gaan toepassen. Nu we weten hoe de nieuwe cv-installatie eruit komt te zien, kunnen wij het verschil gaan berekenen tussen het energieverbruik van de oude installatie en het energieverbruik van de nieuwe installatie. Elk project voor een gezonde school begint met een technisch en bouwkundig onderzoek. Een rendementsberekening wijst uit welke capaciteit er nodig is en wat er aan energiekosten bespaard kan worden. Na oplevering wordt de school voorzien van deze sleutel. Deze sleutel is een certificaat. Dit certificaat is de school waardig zolang ze zich houdt aan bepaalde regels. Een van die regels is een flat fee contract met 4Green. Zolang dit flat fee contract in stand is, zal 4Green zorgen voor een goede werking van de installatie. Het is een totaaloplossing voor een schone, fijne, veilige school.